Hey iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het mijn fall home makeover. 1, 2, 3, fuck it! Woehoe, ik ben super excited om alles naar fall om te toveren. Het is wel nog vandaag 21 graden en ik wil dat het 16 graden of zo wordt. Want ik heb het veel te warm en de buik heeft het ook veel te warm. Oh, echt, ik hou van de zomer, maar dit jaar hebben we geen zomer gehad. En dan nu zal het zo eens wel mooi weer worden. Nee, daar heb ik geen zin in. Maar ik ga alles vandaag toch sowieso omzetten naar fall. Ik heb gewacht tot het wat later was. Het is nu 4:15. Omdat de zon wel echt heel fel scheen vandaag. Het schijnt nog, maar het is al iets minder. En ik heb alles klaargelegd op mijn tafel. Als ik het allemaal samen zie, denk ik echt, oh god, hoeveel spullen. Maar we gaan er iets moois van maken. Dit is alles. Jullie hebben een haul van mijn nieuwste spullen kunnen zien. Vorige woensdag, denk ik. En dit is de rest. Allee, de nieuwe dingen liggen ertussen. De oude dingen liggen ertussen. Alles. En alles, zoals die pompoentjes en zo allemaal. Die paddenstoelen, die eikels zijn allemaal van Floralux. En mijn mokken zijn bijna zo goed als allemaal van mijn Zodimonde van vorig jaar. Dus dat is niet nieuw. En de rest is Action. Ja, het meeste is echt Floralux en Action. Voor de rest zit er niet veel anders tussen. Alleen nog mijn Yankee Candles. Ik had beloofd dat ik die ging tonen. Dus dit zijn echt mijn favorieten. Deze zijn Woodland Road Trip. Super lekker voor de herfst. Heb ik er 2 medium jars. En dan heb ik 1 grote jar met Autumn Sunset. Ook super lekker. En die koop ik altijd, zoals elk jaar en elk seizoen, bij Beauty & Bobs. Dus daar kunnen jullie die vinden. Oké, let's do this. Ik kuis as we go. Dus ik heb de keuken helemaal gepoetst, leeggemaakt. Alleen de dingen die er sowieso blijven staan, heb ik even daar gezet. En dan ga ik nu eerst beginnen met de keuken in te richten.
Oké, nu dat ik alles herfstig heb gemaakt, ik ga jullie zelfs het eindresultaat laten zien. Maar moet ik natuurlijk ook mijn gsm doen. Ik heb momenteel dit hoesje erop van Ideal of Sweden. Maar ik ga dat switchen naar een ander hoesje, zoals ik elk seizoen en zo goed als elke maand doe. En ik vind het fijn om mijn hoesje zo af te stemmen met het weer en wat gezelliger of zo te maken. En van Ideal of Sweden heb ik deze twee hoesjes. Namelijk zo een marble wit met goud en een marble zwart met goud. Die vind ik allebei al heel leuk. Komen wel in aanmerking. En dan heb ik ook nog dit groene hoesje. Super mooi. Het komt op camera lichter over dan het is. Maar het is wel echt zo'n mooi herfstig groen, vind ik. Dus dat kan wel nu. Het zou ook wel eventueel voor de lente gaan. Maar ik vind het wel passen nu. En dan heb ik daarbij ook zo'n pasjeshouder. Dat is magnetisch. Dat kun je trouwens op alle hoesjes doen. Bijvoorbeeld het hoesje dat ik op had, kun je dat ook op doen. Dat is magnetisch. Daar kun je kaarten in doen. Je paspoort, je betaalkaart. Super handig als je dan naar de winkel wilt. En je wilt niet heel je portemonnee meenemen. Dan is dit echt super, super handig om je pasjes in te doen. Er gaan er twee in. Dus dat is wel heel fijn. Meestal doe ik mijn rijbewijs en mijn pas of zo daarin. Als ik snel ergens naartoe moet. Dus die heb ik. Dus ja, nu moet ik kiezen welke ik erop ga doen. Ik denk misschien dat ik toch voor het witte marble ga gaan. Dat het meeste herfstig is. Ik weet niet. De zwarte marble is ook wel heel mooi. Dus het is moeilijk. Okay. Maar ik vind dat groen dan ook weer mooi en heel handig dat je daar je pasjes kunt indoen. Want die past minder mooi bij die andere. Ik ga toch denk ik voor het wit. Wit met zo'n goud. Ja, oké. Looking very cute, hè? Dat past nu toch heel herfstig. Ik vind dat wel mooi met dat goud erin. Ook het gouden logootje van onder van Ideal of Sweden. Super mooi. Past ook mooi bij mijn gsm. En natuurlijk ook daarbij hoort een achtergrond. En een bureaublad achtergrond die ik verander. Mijn foto heb ik al veranderd naar deze. Die heeft Celine pas gemaakt. Die heb ik hier ook opgehangen in het interieur. En deze is wel herfstig, dus die heb ik hier staan. En dan voor mijn andere achtergrond, ik heb op Pinterest altijd een heel bordje met autumn. Het is mijn autumn bordje op Pinterest, dus daar kun je alles terugvinden. Je kunt mij daar gewoon volgen, dat is gewoon Talisa Loop. En daar heb ik deze achtergrond gekozen. Met oranje streepjes, het past ook mooi. Past mooi hierbij. Ik dacht, zoals mijn gsm weer. Herfstiger. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie voor Ideal of Sweden. Mochten jullie graag zelf hoesjes willen voor de herfst of de winter. Die zo meer een donkerdere vibe hebben of een gezelligere vibe. Dan kunnen jullie mijn code gebruiken. Talisa20. Ik zal hem hier zetten en ook nog eens onder in de beschrijving. En daarmee krijgen jullie dan 20% korting op alle hoesjes bij Ideal of Sweden. Dus ik wens jullie heel veel shopplezier. En dan ga ik jullie nu alle decor laten zien hoe het af is.